Marten Toonder en zijn Olivier B. Bommel zijn voor veel striptekenaars een enorme inspiratiebron. Daarom vond gisteravond in het academiegebouw de lezing Heren van Stand plaats. Sprekers waren de striptekenaars Jan Kruijs en Mark van Broekhoven, essayist August Hans den Boef en cabaretier Seth Gaikema. De schepper van Tom Poes, Panda en Heer Bommel heeft voor hen veel betekend. Mijn leven lang als kind af aan heeft hij mij, was het mijn idool en vooral mijn voorbeeld met tekenen. En dat heb ik altijd gevolgd. En hij heeft natuurlijk als inspiratiebron voor stripjes maken, striptekenen, karakters. Iedere tekenaar heeft van mijn generatie heeft Tom Poes geïmiteerd. Marten Toonders werk is niet alleen bekend vanwege de strip, maar ook door zijn grote literaire invloed. Zijn woorden en uitdrukkingen als denkraam, minkukkel en kommer en kwel hebben de Nederlandse taal verrijkt. Marten Toonders werk werd niet opgenomen in het boek van Hugo Brems over de literaire geschiedenis van Nederland tussen 1945 en 2005. Dat vind ik een schande. Hij komt zelfs niet voor in het register. Terwijl ik zeg, het is de Charles Dickens geweest van Nederland. Dus ik vind dat, dat moeten ze herzien. Dit kan je niet doen. Toonder is een van de meest verkochte schrijvers die er bestaat in Nederland, vragen er bezig bij. En natuurlijk, hij had de grote bijkomstigheid dat hij ook schitterend kon tekenen. Dus de tekenen zijn ook schitterend. Maar dit stijgt ver uit boven een normale strip. Nee, voor literaire heeft hij alle eer gekregen die hij verdient. Hij had wat meer aandacht mogen krijgen als tekenaar, vind ik. Maar die balans is natuurlijk net waar hij hem zelf legt. En het zijn dus vooral de tekenaars die hem weer als tekenaar beoordelen. En Seth is weer een literator die dat deel weer oppakt. Seth Gaikema studeerde af op het werk van Toonder en vond Groningse trekken bij de striptekenaar. Marten had iets heel Gronings. Hij leek ook erg op mijn vader, had ook de leeftijd van mijn vader. Hij kon moeilijk met gevoel omgaan. Hij was echt Gronings, maar had ook die Groningse humor. Dat totaal nuchtere, dat deze stapelgekke wereld kunnen analyseren tot kleine proporties. En daar vonden we elkaar in. Het was ook een hele lieve man. De expositie over Toonders werk in het Stripmuseum is onlangs wegens succes verlengd en nog te zien tot 29 oktober.